Kortrijk op het Groeningenveld. Handwerkers uit de steden, boeren van de buiten, huurlingen en edelieden. Allemaal anders, maar allemaal hadden we één en dezelfde vijand. De hoge heren, die zeiden dat we allemaal samen zouden vechten voor de zaak. Gewijde van Namen sloeg zelfs 30 van ons tot ridder. En alle edelieden, die stapten van een paard, ze namen plaats in de slagorde tussen ons, gewone voetsoldaten. Dat gaf vertrouwen. Slechts één ridder bleef te paard. Onze aanvoerder, Jan van Rennes, op de achterhoede. Om het overzicht te bewaren en tussen te komen of aan te vallen waar nodig. Een